En, en, en midden in het recess weten we dat premier Schoof een dikke boete zal moeten betalen. Want uh, ja, ze, ze moeten daar nog maanden blijven zitten, hè, die ambtenaren. Nou, in ieder geval tot het voorjaar van 2025. Als het aan minister Keizer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ligt. En dat heeft dus te maken met computers die daar nog staan op algemene zaken, waar staatsgeheimen op staan. De verhuizing naar de tijdelijke locatie. Op binnenlandse zaken lukt nu nog niet. En nu heeft ze dus gevraagd of die 70 ambtenaren... voorlopig nog eventjes op algemene zaken mogen blijven werken. Maar dan moet in ieder geval het college van burgemeester en wethouders, BMW... van Den Haag nog een besluit overnemen. Dat gaan ze dus deze week doen. Eind van de maand moet eigenlijk algemene zaken... en het hele binnenhof leeg zijn. In ieder geval niemand mag daar meer werken. Zoals je al zei, een dwangsom van 100.000 euro... Per week staat daarop. Mm -hmm. uh, maar desondanks, alsnog, om uitstel gevraagd. Ja, maar, maar wat denk je? Want Van Zanen was erg streng toen hij dit zei. Hè? Die, 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 toen was er eigenlijk ook al om uitstel gevraagd, toen hij deze beslissing nam. Ja, er is nu wel een brief gekomen. En daar wordt ook al wat toelichting gegeven. waarom de minister in ieder geval denkt dat de ambtenaren kunnen blijven werken bij algemene zaken. En zij zegt: het gaat om een kleine groep ambtenaren. Hun veiligheid is gewaarborgd. De vluchtveiligheid in het complex van het ministerie. Er zijn alle maatregelen voor genomen en die vluchtveiligheid is goed. Dus voor een minimaal aantal mensen dat nog in het gebouw aanwezig moet zijn, dus tot volgend jaar maart, in het voorjaar. Daarvoor kunnen wij in ieder geval garant staan voor hun veiligheid. En daarom vragen we toch nog om en... En stellen we voor dat ze nog eventjes op algemene ja, zaken. Hebben ze allemaal werken. een soort training gekregen. Leendert. even hoe de, hoe de brandblussers ja, te gebruiken. Hoe, hoe, kom je, hoe kom je weg bij brand in ja. een historisch complex waar volop gebouwd wordt? Ja, dat is toch wel lastig. Ja, het is ja. natuurlijk niet uh, niks. Ja. Een paar extra brandblussers, daarmee red je het dus niet alleen. Nee, daar reed je mee, weet je het niet. Maar goed, de vraag is, kan het? Mag het? Het gaat om een beperkte groep werknemers. Er is natuurlijk nu wel. Ze hebben niet gezegd, we gaan het gewoon doen. Er is nee. een brief, er is een verzoek, Maar het is wel een, als ik de brief zo lees, is minister Keizer wel, zeker van de zaak in ieder geval, enige dwang, ja. als ik het zo mag zeggen, spreekt er wel uit. Ja, we kunnen, het gaat om staats. Uh, geheime gevoelige informatie. informatie. Het gaat om geheime informatie. Daar moeten ambtenaren bij kunnen. De verhuizing lukt niet. Ja, ICT en de overheid, Nina. dat ja, is toch een lastige verhaal. Het is toch he? een knulligheid dat dit dus niet kan. Dat je niet ja, een paar situatie kunt je kan, ook denken, je kan ook denken: uh, het moet wel goed gebeuren. Aan de andere kant. Uh, ze zijn al drie jaar bezig met de verhuizing. Ja. Eigenlijk had Algemene Zaken vorig jaar na de zomer al moeten verhuizen naar Binnenlandse Zaken. Dat is toen niet gebeurd. Nou, Dan weten we allemaal uh, dat er in ieder geval een hoop onvrede over is bij burgemeester van Zanen van Den Haag. Mm -hmm. Maar dit uh, krijgt dus nog alsnog een staartje. Ja, toen wij het hier de, de vorige keer erover hadden, toen uh, die uh, in juli met uh, dit besluit kwam van Zanen Leender, toen. Uh, ja, toen zei jij eigenlijk ook al van ja, maar kunnen ze inderdaad die netwerken wel op tijd verplaatsen? Toen voorspelde die al, dat zal waarschijnlijk niet kunnen. En, en dan heb je nu een kabinet, wil bezuinigen op het ambtenarenapparaat. En nee. uh, zal de komende weken boetes van 100.000 euro uh, moeten gaan uh, betalen. Ja. als, als, ja, als het Zander. zover komt ja, Kees, ja, als het zover komt. Maar ja, Van Zanen is wel heel duidelijk geweest. Die dwangsom ligt er natuurlijk niet voor niets. Dus ja, we gaan zien hoe dit afloopt. Maar voorlopig zitten ze met een probleem. Ambtenaren moeten bij die informatie kunnen. De computers kunnen niet verhuisd worden naar Binnenlandse Zaken voorlopig. Ja, dus uh, ze zitten met een catch-22. Ofwel die dwangsom betalen als burgemeester van Zanen voet bij stuk houdt. Uh, of de ambtenaren kunnen niet meer bij die informatie. Nou, het is staatsgevoelige informatie. Ja, Kees. Nou, Ik weet ook niet wat er op de he? server staat. Ja. ja, precies. We zouden het willen weten. Ja. precies. Nou ja, je kan er wel van uitgaan dat bijvoorbeeld de notulen van de ministerraad, bijvoorbeeld, die, uh, uh, die geheim zijn, dat. Die liggen op algemene zaken, dat het daar bijvoorbeeld uh, over gaat. Uh, maar goed, dus, maar we gaan zien hoe dit afloopt. We deze, week moet, ja. Ja, deze week moet de gemeente Den, uh, Den Haag moet er een besluit over gaan nemen. Ze zullen dat dan ook uh, communiceren naar ons. Dus uh, deze week gaan we daar nog wel iets over horen. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.